Snel na terugkomst in Nederland komt de transfer van Kenneth Vermeer naar het Amerikaanse LAFC rond. En de redding van Vermeer. Morelos en Vermeer. Nog een keer Morelos en nog een keer Kenneth Vermeer. Hoek lastig en niet gemaakt omdat Vermeer daar nog aan zit. Mauro Junior makkelijk op Senesi heen. Vermeer moet zich strekken. Vermeer. Beste supporters, ook de spelers en iedereen om Feyenoord heen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de afgelopen jaren die ik hier heb mogen meemaken en beleven. Ik heb een welgewogen stap gemaakt van Ajax om van Ajax naar Feyenoord te komen. Is nooit de makkelijke stap, maar ook dankzij jullie heb ik die stap toch wel makkelijk kunnen maken en kunnen genieten van het spel. Van de sfeer die jullie altijd meebrachten in het stadion. En mij toch wel de waardering hebben gegeven. Dus daarbij wil ik jullie heel veel succes wensen. En bedankt voor alles de afgelopen jaren. Over zijn opvolging hoeft Feyenoord niet lang na te denken. Kind van de club Justin Bijlo staat te trappelen om de plek onder de lat over te nemen. Ja, het is natuurlijk jammer dat hij weggaat, omdat ik heel veel van hem, geleerd heb. En maar aan de andere kant, nu ben ik wel nummer 1. En ik mag het nu laten zien. En daar ben ik ook natuurlijk blij mee, want dat is uiteindelijk toch je droom om daar te gaan spelen. Zijn er dan nog dingen die hij tegen jou zegt voordat hij dan zijn koffers pakt? Nog even wat laatste woorden om jou goed achter te laten? Nee, hij zei gewoon, je weet dat je er klaar voor bent eigenlijk. En geen stress, zoals hij dat altijd mooi zegt. Ja. En gewoon altijd goede dingen wat hij dat tegen me zei. En sommige dingen waar ik op moet letten. En dan gewoon vooral dat rustig blijven. En het komt vanzelf allemaal goed. Met Justin Bijlo onder de lat hervat Feyenoord op zaterdag 18 januari de competitie met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Feyenoord tegen Heerenveen. Hervatting voor deze twee clubs ook van de Eredivisie. Bij Feyenoord is Justin Bijlo een jaar geleden zijn laatste wedstrijd gespeeld tegen PEC Zwolle. Bijlo nu de nieuwe nummer 1. 19 Eredivisie duels op de teller. Berghuis, goede aanname. En dan kan hij Geertruida wegsturen. Lijkt dat balletje wat hard. Geertruida houdt het wel binnen. Berghuis, hetzelfde recept. Sinisterra, spectaculair. Gelijk raak, 1-0. Malasia. Wat een inschattingsfout van Ejuk Toornstra, Jurgensen. Weinig ruimte, maar wel raken. Wat zal dat een opluchting voor hem zijn? En wat is Feyenoord vanavond vooralsnog effectief? Goed schop, maar Haan blijft staan en dan is het heel simpel voor Jurgensen. 3-0. Nog geen 26 minuten onderweg in de Kuip. Het is kinderlijk eenvoudig hoe het gaat vanavond voor Feyenoord. De tweede voor Jurgensen. Oh, daar gaat het mis bij Toornstra, Veerman. Moeilijk hoek, maar schiet er wel binnen. 3-1. Zo doet Heerenveen wel terug in de 31ste minuut in een buitengewoon amusante partij voetbal op deze zaterdagavond. Joeken met de bewegingen, hij is er langs. Joeken, en dan stuit hij op Bijlo. Toornstra lanceert bijna zichzelf met die aanname. Sterker nog, daar is hij, Toornstra op de paal. Voorzet richting Jurgensen, nu wel de sliding, ja. Dan toch maar proberen. Balverlies van Berghuis, Heerenveen. Met een balletje dat Bijlo dwingt om zich volledig te strekken. Feyenoord blijft maar bezig aan een opmars in de Eredivisie onder Dick Advocaat. 20 uit 8. Dat is een uitstekende tussenbalans. En de vraag is waar het allemaal toe gaat leiden. De eerste drie punten van het nieuwe jaar zijn binnen en ook in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo wordt gewonnen. Al gaat dat zeker in de eerste helft niet vanzelf. Na een 1-0 achterstand in de rust draait Feyenoord de wedstrijd in de tweede helft volledig om. Dit is Berghuis.
Over Hardenveld, balletje terug, Toornstra, Toornstra en onder de vallende Blaswieg door, het is gelijk. Goeie bal van Berghuis naar Toornstra, Jurgens laat lopen, dan is dit een goal. Ja, Sini Sterra maakt het af. En dan heeft Feyenoord dat toch knap snel omgedraaid in de tweede helft. Sterra, Berghuis, ruimte voor een schot, oh, Blaswieg zit er nog met de vingertoppen tegenaan. Kukcu, Blaswieg blijft staan, Bottingham scoort, het is 3-1. Dat is in no time de zaak omdraaien na een corner die Merkel nog weg kon koppen. Is hier Bottingham. Rosman! Weer uit een corner en weer hij. En dan wordt er afgefloten. En dan verliest Heracles opnieuw in 2020. Ik denk dat wij heel agressief hebben gespeeld. En ook hebben we heel goed gevoetbald en probeerden om ook... iets naar voren te spelen en dan krijg je ook meer kansen. Ja, dat hoog pressie zetten, veel druk op de tegenstander. Waarom lukte dat in de eerste helft niet? Ja, wij wilden ook, maar lukte het niet. En gelukkig hebben we in de tweede helft echt goed gedaan. Jouw goal? Je gaat mee naar voren omdat je hoog de lucht in kan springen, maar dit was even naar de grond. Ja, af en toe moet je ook naar de grond kopen. Dat is ook een beetje moeilijker voor de keeper. En, deze keer stond ik bij de tweede paal achter de verdediger. Dus het was beter om naar de grond te kopen. De bekerwedstrijd bij Fortuna Sittard is een bijzondere. De wedstrijd moet bij een 1-1 stand worden gestaakt vanwege dichte mist. Bij de hervatting een paar dagen later blijft het lang zenuwslopend spannend. Tot Luciano Narsing het wederom volle uitvak in de laatste seconde van de wedstrijd laat ontploffen. Nodig de strafschopgebied. Senesi, geen penalty. Berghuis. Legt klaar. Bal voorbrengen, voor koppen en dan erin. Ja, dan is het raak. En Feyenoord door Narsing naar de kwartfinale. Feyenoord op 2-1. Feyenoord is kwartfinalist in het bekertoernooi en verwelkomt in dezelfde week twee nieuwe aanwinsten. De Slovaakse spits Robert Bozenik komt over van MSK Žilina en laat duidelijk weten ongelooflijk blij te zijn met zijn nieuwe club. Oh, Eredivisie is too big league en Feyenoord is too big club. This fans is unbelievable en I think that is dream for every player to play with this fans. Naast Robert Bozenik wordt ook Ozan Osjakub gepresenteerd als Feyenoorder. Hij komt op huurbasis over van Beşiktaş en wordt op een traditioneel Turkse wijze onthaald. Osjakub staat meteen in de basis als er een paar dagen na zijn komst wordt gespeeld tegen FC Emmen. En dat wordt een debuut om van te dromen. Carrier heeft er geen tijd nodig. Door Isakoep van de bal gesleden. Binnen vrije trap krijgt hij niet. Jurgensen, Sinisterra wil nog terug. De bal gaat naar Toornstra. Toornstra legt breed. Nou, dat kan een entree zijn, zeg. Bij zijn debuut na anderhalve minuut. En vervolgens ook instiet. Onvoorstelbaar debuut voor Ozan Isakoep. Dit wordt de geschiedenisboeken erop naslaan. Heeft er ooit een Feyenoord-debutant sneller gescoord dan hij hier doet vandaag in de Kuip tegen hem? Uiteindelijk wint Feyenoord de wedstrijd eenvoudig door doelpunten van Nicolai Jurgensen en Luis Sinisterra.
Feyenoord is klaar voor de kwartfinale wedstrijd van het bekertoernooi in en tegen Heerenveen, maar krijgt op de wedstrijddag zeer verdrietig nieuws te verwerken. Clubman Carlo De Leeuw overlijdt aan de gevolgen van kanker. Op een zeer emotioneel beladen avond knokt Feyenoord zich naar de halve finale voor Carlo. Helemaal achterin terugleggen. Daar de goal. Leroy Ver. Het staat 1-0 voor Feyenoord. Finale van de Toto KNVB-beker. Die jullie uit het verdriet haalden, zorgde voor een ongekende openingsfase in deze wedstrijd van jullie. Ja, we begonnen heel erg goed, moet ik zeggen. Klopt. Ook goed aan de bal waren we. En op een gegeven moment verloren we de controle aan de bal met name. Maar de strijd bleef. En die 1-0, die kostte over de streep trekken. En dat Justin weer geweldig keepte. Zo overtuigend in de goal. En grote klasse van iedereen. Ja. En de manier waarop jullie juichen, dat valt niet te regisseren. Dat komt recht uit het hart. Ja, zeker. Mooi van Leroy ook. Hij moest het gewoon zijn. En hij kent hem het langst van de selectie. Dus zware dag, maar wel trots op Feyenoord. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik hier om te abonneren en klik hier om meer video's te zien.